Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Colin. Welkom bij een nieuwe video. Ik weet niet, het vorige aflevering was een beetje een mismoes. Mismoes van alles. Oftewel, ik ben Leon. Oh shit. Me aan de reacties wijst. Maar, whatsoever, we gaan vandaag de vierde gym doen. Ja, ik kan damage doen. Hier. En waarschijnlijk gaat Quilava dit keer level up. Of tenminste, dat hoop ik. Kijk, Mistrevious en Gang. En Ghastly zijn op het moment de enige ghost types. Ja, en Disco natuurlijk. Ja. Elu. Yes, I can make my way. Alright, hij gaat die volgen als het goed is. Yeah! Typhlosion. Typhlosion! Kijk hoe awesome. Bedankt aan Typhlosion dat je me er vanaf ziet. Alright, Typhlosion, here we go. Ik reset constant, omdat dan het licht reset. Want anders zou je constant vastzitten op één stukje. Typhlosion is echt een beest. Lava Plume is zo goed. Had ik Defense Curl voordat ik hem erin zette? Only time will tell. Ofwel wanneer ik deze recordings nakijk. Alright, de gym leader. Kom maar op, Morty. Stiekem is dit gewoon een Morty van Rick en Morty. Mean look, ja. Dat heeft weinig zin, vriend. Kijk, Mussel kan hier niet veel doen. And difference. The patch is, it will be yours. The Fork Badge. Waar kan ik surf halen? Je zegt nu wel heel leuk dat ik surf kan gebruiken. Maar waar kan ik het halen? Wacht eens even. Wacht eens even. Volgens mij kan ik die halen bij de kimono. Dude.
wat moet je? Alright, dat gesprek duurde minstens 5 seconden. Net zoals de gym. Dat duurde ook maar 3 minuten. Lekkere muziek hoor. Then I'll show you how to dance. Get out of my way, bro, get out of my way. Surf is ook wel een goeie voor de Gyarados. En die geeft me volgens mij surf. En volgens mij kan ik daarmee Lake of Rage gebruiken. Dan moet ik wel een watertype halen. Oké, daar kan ik dus geen watertypes halen. Oh, fishing rod. Oké, voor een fishing rod moet ik super ver terug. Dus ben er zo. Oké, ik ben er. Alright. Nu kunnen we als het goed is. Dan moeten we die even registeren. Wacht, kan überhaupt iemand van mijn team surf leren? Nee. Landed a Pokemon. Een Magikarp. Nope. Ik ga terug naar die stad. Want als ik die Red Gyarados wil, moet ik wel de
wel surf hebben natuurlijk. Oh my. Alright, we zijn terug. Landed the Pokémon. Magikarps. Ik hoef geen Magikarps. Oké, misschien dat ik even die cave doorga. Alright, ik heb repels, dan ga ik even die cave door. Alright, ik ben weer buiten. God dang it. Oké. Kunnen we de dev opnieuw doen? Want ik druk toch per ongeluk op N. En wat gebeurt er N? Met op de knop N, dan stopt die met, oftewel dan zet die hem op pauze. Dat wil je niet hebben. Zeker niet als het komt op nou zien jullie nou niet hè. Rare can rage candy bar. Wat was de Lake of Rage ook alweer? Oké, daar mag ik dus niet heen. Daar moet ik 1000 betalen. Want als ik die Red Gyarados heb, dan heb ik wel de gelijke level 30 Pokémon. Nou weet ik al dat ik een tweede heb in Teflotion. Nee. Oh my god. All right. Hier zijn we dan. Laat maar raden, het is weer een Magikarp. Ik denk dat ik gewoon weer naar Goldenrod ga. En deze Magikarp gewoon kan levelen met de daycare.
Weet je, ik achter de schermen malen. Achter de schermen de een watertype halen. Mochten jullie het leuk gevonden hebben, smash dan die like. En dan zie ik jullie bij de volgende. Later!